Goedenavond, mijn naam is Kees Leijners namens Radboud Reflex. Welkom op deze avond. Vanavond gaan we het hebben over iemand die op de top 100 van Time Magazine stond als most influential person in the world, Frans de Waal. Eredoctor van deze universiteit, graag geziene gast bij Radboud Reflex. Dus we hebben een langdurige en ik mag ook wel zeggen diepgaande relatie met Frans de Waal, die zeer onlangs is overleden na een lange slopende ziekte. Vanavond gaan we kijken wie was Frans de Waal. Niet zozeer naar zijn biografie, maar vooral naar, als je Time Magazine mag geloven, en natuurlijk geloven we Time Magazine, naar zijn influence, naar zijn impact. Wat heeft hij nagelaten aan ons? Waar kunnen we mee verder? Waar misschien ook niet? Want influential betekent niet altijd dat je positief wordt opgenomen. Dat kan. Maar het kan ook zijn dat je veel controverse oproept. En dat was bij Frans de Waal, denk ik, ook zo. Dus zowel iemand die heel veel mensen zeer heeft geïnspireerd, maar ook mensen, ook iemand die controverse opriep en ook niet uit de weg ging in zijn eigen publicaties. Vanavond gaan we het dus over dat hele spectrum hebben van die invloed, van die legacy, zou je kunnen zeggen, van die erfenis die Frans de Waal, de intellectuele erfenis die Frans de Waal voor ons heeft achtergelaten. En dat is een erfenis die heel erg breed is. Hij was natuurlijk primatoloog, bekend van zijn werk met de primaten in Burgers Zoo op een gegeven moment. En bekend van zijn eerste publicaties, waaronder als, denk ik, baanbrekende Chimpanzee Politics. Maar hij is vanaf die basis in de primatologie, die hij altijd natuurlijk is blijven houden, ook met zijn experimenten en met zijn eigen wetenschappelijke werk, vanaf die basis is hij allerlei kanten opgegaan. Frans de Waal ging het niet uit de weg om het te hebben over psychologie, ging het niet uit de weg om het te hebben over filosofie, meestal niet zo vriendelijk, zeg ik dan zelf als filosoof. Hij ging niet uit de weg om het te hebben zelfs over theologie en over religie. Al die gebieden had hij geen angst om grenzen te overschrijden en de inzichten die hij haalde altijd uit zijn werk met dieren, met primaten, om die te vertalen naar inzichten waar wij iets mee kunnen of niet mee kunnen. Vanavond gaan we het dus daarover hebben en dat doen we met twee sprekers. Marcel Becker, hoofddocent ethiek hier aan de universiteit, en de Radboud Universiteit Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie, ook aan dezezelfde universiteit waar Frans de Waal dus eredoctor was. De volgorde zal zijn dat we hebben een paar filmpjes, dus Frans de Waal zal ook toen nog in levende lijve hier even binnenkomen. We kunnen hem even aan het praten zien, om dat ook weer even in de herinnering te roepen. Dan zal Marcel aan het woord zijn, vervolgens weer een filmpje en zal Roos het stokje overnemen. Daarna komt er een gesprek en gaan we op een gegeven moment naar jullie vragen die jullie kunnen hebben. Daar horen een paar, Frans de Waal zou zeggen, spelregels bij. Die ga ik uitleggen op het moment dat we naar jullie gaan naar de zaal. Ik denk, Marcel, eerst het filmpje. Mag ik klikken? Vanavond praat ik met een man die ons op een andere manier... Ja, ik ben filosoof. Ik eet wel eieren, dat u dat maar weet. We hoorden Frans de Waal net zeggen, terwijl ik even deze kant op loop om iets te pakken. We hoorden Frans de Waal net zeggen dat wetenschap geen antwoord geeft op morele vragen. Nou, Frans de Waal heeft toch veel aan wetenschap gedaan. En daar zit een zekere pretentie in wat betreft morele vragen. En als ethicus wil ik dan wel wat over die pretentie van hem zeggen. Er lagen daar ook een stapel boeken van deze boek. Ik ga even titels voorlezen van boeken, dat u weet dat het ook over ethiek moet gaan vanavond. De Bonobo en de 10 geboden. Nou, ook over religie. Verzoening,
vrede stichten onder apen en mensen. Een tijd voor empathie, wat hij net ook al noemde, eigenschap. De aap en de filosoof. Hoe de moraal is ontstaan. Nou, daar zit toch een zekere een potentie ten aanzien van de ethiek, als je alleen al je boeken dat soort titels meegeeft. Wat ik wilde doen, onze eredokter wilde ik optimaal recht doen door aan te geven dat hij wat mij betreft ook in de ethiek echt iets betekend heeft. En daarna wil ik, want ja, dat heb je als je filosoof van het woord laat en wetenschappers, toch ook een eigen kritiekpuntje op zijn werk uitlichten. Het kwam er net ook al voor. Psychologie, biologie en ethiek zijn gescheiden vakken. Voor Frans de Waal lijkt het soms alsof die scheidingen niet bestaan. Nou weet ik, die psychologen en de biologen mogen elkaar uitvechten of hij terecht hun vakken heeft vermengd. Dat moeten zij maar zien. Maar het gaat mij wel over om de ethiek. Is het inderdaad zo dat je psychologisch mensen kunt begrijpen? Dus weet hoe mensen psychologisch, hoe dieren psychologisch in elkaar zitten. Kun je dat dan ook naadloos consequenties daar uittrekken voor hoe wij moeten oordelen wat goed is en wat niet goed is? Wat morele oordelen zijn. Begrijpen van mensen en het morele oordeelsvermogen van mensen. Hoe ligt dat ten opzichte van elkaar? Daar gaat het over. En ik wilde maar even beginnen met te laten zien hoe Frans de Waal echt iets groots heeft betekend in de ethiek-traditie. Hier, dit is een beeld waar we honderden, misschien wel duizenden jaren in de ethiek mee hebben geleefd. Het citaat komt van Aristoteles uit het boek Politica, eerste hoofdstuk. Daarin zegt hij, bekende uitspraak, de mens is van nature een sociaal dier. Want de mens beschikt als enig levend wezen over taal. Griekse woordje logos. En dan komt het. Stemgeluid, fone, is een signaal van wat pijn doet en plezier verschaft. Het wordt ook bij andere levende wezens aangetroffen. Dieren hebben stem. Dieren kunnen aangeven, dit vind ik lekker of dit vind ik niet lekker. Mensen zijn heel anders. Die hebben logos. En wat is logos? Taal. Om te kennen te geven, wat nuttig en wat schadelijk is. En daarmee ook wat rechtmatig en wat onrechtmatig is. Mensen kunnen nadenken over rechtvaardigheid, over goed en kwaad. Dieren kunnen dat niet. Dit beeld is door Aristoteles neergezet. En ethici hebben gewoon duizenden jaren lang met dat beeld geleefd. En dan komt Frans de Waal. En Frans de Waal zegt dat dieren wel degelijk kunnen nadenken over goed en kwaad. En om dat aan te tonen, laat ik u iets zien wat u waarschijnlijk al kent. Want u bent natuurlijk allemaal Frans de Waal adepten. Anders had u hier vanavond niet gezeten. Maar ik wil het toch even laten zien. Omdat het woordje rechtmatig en onrechtmatig precies in dit fragment een rol speelt. Het gaat om het experiment, wat hij trouwens in zijn boek ook, ik heb niet alles van Frans de Waal gelezen, maar wel veel, het experiment waar hij het meest op terugkomt in zijn boek. Het experiment waar hij het meest trots op is. En het is het experiment waarin twee kapucijnenaapjes allebei een taak moeten verrichten, een steen aan de oppasser geven, maar ze worden daarvoor ongelijk beloond. De ene krijgt druiven en de andere krijgt komkommers. En de aapjes houden meer van druiven dan van komkommers. Dus de een wordt anders beloond dan de ander. En dan kijken wij hoe dat aapje dat niet netjes beloont, die niet gelijk beloond wordt, hoe dat aapje reageert. Ik heb het ingekort, het filmpje, even de kern van ongeveer 1 minuut. Maar u kent het allemaal toch al, zie ik in uw gezicht. Maar toch even kijken. Get in grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests a rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Wat veronderstelt het cognitief om te bedenken, we doen hetzelfde, maar we worden er anders voor beloond?
Wij noemen dat in de ethiek rechtvaardigheid. Die beesten hebben blijkbaar een besef voor rechtvaardigheid en daarmee worden de woorden van Aristoteles gelogenstraft. Nu kun je dat evolutionair verklaren, zoals Frans de Waal zegt. Ja, deze eigenschap zorgt ervoor, als je dit besef van goed en kwaad van rechtvaardigheid ontwikkelt, dan leidt dat ertoe dat je voorkomt dat je misbruikt wordt. Want als jouw tekort wordt gedaan, dan laat je dat even flink weten. En blijkbaar volgt uit dat evolutionaire besef uiteindelijk dat wij kunnen zeggen, de dieren hebben rechtvaardigheid, waarbij hij het woordje billijkheid gebruikt in de vertaling. Ik vermoed dat er in het Engelse fairness staat. Maar het is niet via abstracte rechtvaardigheidsnoties bij dieren dat Frans de Waal de dierenethiek ontwikkelt. Dit experiment is wat dat betreft niet helemaal representatief voor veel van zijn werk. Want waar hij vooral op inzet is dat hij zegt, empathie hebben dieren in hoge mate ontwikkeld. Hij weet het ook een fysiologische component te geven. De spiegelneuronen en de emotionele besmetting. Daar hebben dieren hebben dat ook en wij mensen hebben dat ook. En hij heeft zelfs ergens geschreven, ik verdien de kost met empathie. Nou, het lijkt me dat je een slechter beroep kunt hebben dan de kost met empathie verdienen. Natuurlijk. Dus hij zet vooral in op empathie en hij stelt zelfs ergens... Getting grape in. Wacht even. Hij stelt zelfs dat de tweede bullet hier, dat wij mensen van de dieren die empathie ook hebben, evenals dieren die empathie hebben. En wanneer wij mensen weten dat we ook fysiologisch, genetisch, empathisch zijn, dan bestaat ethiek eruit dat wij die empathiecirkel moeten verbreden. Want die empathie die hebben wij met onze naasten, maar de wereld zou er beter uitgezien als we die empathiecirkels zouden kunnen verbreden. Dus hij zet in op die empathie. Als ik God was, zou ik iets doen aan het bereik van empathie, is een van de citaten in zijn boeken. Maar, denk ik dan, ja, is het wel handig om vanuit een psychologische verklaring, wij hebben nu één keer veel empathie van moeder natuur meegekregen, om van daaruit ook te komen tot, dit is goed om te doen. Is het zo dat wij van nature empathie hebben en dat we daarom ook kunnen zeggen dat empathie een goede zaak is? Nou ja, empathie is niet altijd een goede zaak. Want empathie leidt toch echt ook tot groepsbanden. En groepsbanden zorgen ook voor vreemdelingenhaat. Dus we hebben weliswaar een eigenschap van nature meegekregen, dat toont hij aan, die voor goede dingen kan zorgen. Maar vervolgens kan diezelfde eigenschap ook weer voor niet goede dingen zorgen. Dus moeten we niet op een andere manier aan ethiek doen dan behalve ook zeggen, we hebben dit van nature meegekregen en uitbreiden maar. Nou, die andere manieren van ethiek doen, die zijn er bij Frans de Waal en die worden gevonden in het typisch menselijk vermogen van de reden. Van het verstand. En dat zult u begrijpen, de ethiek is een hele rationele wetenschap. En er zijn in de geschiedenis van de ethiek schitterende rationele theorieën ontwikkeld. Er zijn in de geschiedenis van de ethiek schitterende rationele theorieën ontwikkeld die rationeel uitleggen hoe we tot goed handelen kunnen komen. En wat goed handelen is. En wat doet Frans de Waal met die theorieën? Hij maakt daar een beetje een karikatuur van. Hij lijkt eigenlijk te zeggen van ja, die empathie is zo centraal in de ethiek, want dat is ons natuurlijk vermogen. Dat alles wat we daarnaast rationeel hebben ontworpen in de ethiek, ja, dat hoeven we dan niet helemaal serieus te nemen. Daar doet hij relativerend, badinerend over. En dat gaat toch een beetje tegen mijn rationeel-ethische aard in. Immanuel Kant, de grote verlichtingsfilosoof, die een grote rationeel-ethische project heeft ontworpen, die toch aan de basis liggen van veel goeds in onze hedendaagse samenleving. Ja, zegt hij, bij Kant ligt het probleem van de moderne filosofie. Want Kant gaat vanuit van het verstand dat op een zuiver denkende manier tot bepaalde inzichten komt. Ja, zegt Frans de Waal, dat is gewoon een pure fictie, dat verstand. Nou, daar durf ik mijn vraagtekens wel te zetten, of dat een pure fictie is. Moet je dat wetenschappers eens vragen. Die reden, die is echt niet zo problematisch als Frans de Waal wel suggereert. Ik zou eigenlijk zeggen, zou je die reden niet wat meer plaats kunnen geven? En daarbij wil ik toch een beetje recht doen aan een aantal andere zaken die Frans... Dat wil ik een beetje in het verlengde zetten van een aantal andere zaken die Frans de Waal wel erkent. Want het kan zo zijn dat eigenschappen die in de loop van de evolutie zijn ontstaan, die gaan een eigen leven leiden.
dat ziet hij als bioloog. Bepaalde eigenschappen zijn in bepaalde fasen van de evolutie zijn niet belangrijk. En als die dan een keer bij mensen, bij beesten zijn ontwikkeld, dan kunnen diezelfde eigenschappen een heel andere functie gaan vervullen. Seksualiteit is ontstaan voor de voortplanting, maar bij bonobo's heeft hij prachtig over geschreven, dient seksualiteit ook verzoeningsrituelen. Zou je ook niet zoiets voor de reden kunnen zeggen? Zou je ook niet kunnen zeggen dat de reden is ontstaan, evolutionair, maar nu heeft die reden zo'n eigen positie voor de mens, nu heeft die reden zo'n eigen belang en heeft die reden ook zo'n eigen kracht dat hij naast de empathie kan staan en dat hij zelfs de empathie ook kan corrigeren en kan bijsturen. En dan is de ethiek niet helemaal op empathie gebaseerd, maar kunnen we ook de rationele ethiek volledig de plaats geven die haar toekomt. Dat tot slot even adsuerend. Ik weet me hierin ook geïnspireerd door een aantal Kantianen die voor de reden hebben gepleit tegen Frans de Waal in. De reden, echt, daarmee hebben wij mensen iets wat dieren niet hebben. We hebben met de reden, met ons verstand, een bepaald niveau van zelfbewustzijn, want wij kunnen als enige op onze doelen reflecteren. Frans de Waal kan heel goed laten zien hoe dieren, als ze iets willen, heel slim dat ook bereiken. Maar wij mensen kunnen ten aanzien van wat wij willen de vraag stellen, willen we dat eigenlijk wel? Dus we kunnen een rationele vraag stellen over onze begeerten, rationele vraag stellen over onze wensen. Wij kunnen zelfs zeggen als mensen, kijk, ik kan wel dit handig gebruiken om dat te bereiken, maar is dat middel het doel wel waard? Is dat middel niet verkeerd? Gaat dat middel niet ten koste van andere zaken? Dus we kunnen reflecteren op de manier waarop wij doelen bereiken. En dieren hebben dat vermogen niet. We kunnen reflecteren ook op onze eigen doelen. Vandaar dat wij als mens op een unieke manier de vraag kunnen stellen, wat moet ik doen? De centrale vraag van de Kantiaanse ethiek. En daar bouwen wij een ethiek op. En dan zou ik zeggen, als je laat leiden door principes en waarden, ja, dan is dat heel wat anders dan jezelf laten leiden door emoties. Empathie is een emotie. En als je dat erkent, die eigen plaats van de reden, dan zie je ook dat cultuur, religie en kunst een invloed hebben op de moraal. En dat vele morele zaken zijn te begrijpen vanuit de grote entiteiten kunst, cultuur en religie. Dat laatste zeg ik een beetje, omdat Frans de Waal met name in het laatste boek zegt, ja, religie, kijk, dieren hebben elkaar nodig. Die hebben empathie en dan kun je eigenlijk de hele menselijke religie kun je vergelijken vanuit dat we iets moeten bedenken als mensen dat we elkaar toch nodig hebben. Dus voor hem staat religie in dienst van de moraal. Hij zegt eerst was de moraal, groesband, en daaruit is de religie gekomen. Terwijl in heel veel culturele stelsels zie je dat morele voorschriften pas kunnen worden begrepen en worden gevoed door religieuze sentimenten, overwegingen en argumenten. Dus geef religie, kunst, cultuur, het vermogen om op onze doelen te reflecteren, toch iets meer plaats naast de empathie die natuurlijk ook belangrijk is. Dat is mijn bevestiging van de Waals punten, maar ook kritiek op zijn punten. Bedankt voor uw aandacht. Nou, ik moet me even oriënteren hier. Ik had niet echt van tevoren bedacht wat ik ging zeggen. Ik ga straks ook een stukje van Frans de Waal laten zien. Maar nou zit ik te aarzelen van, wil ik niet ook reageren op wat jij gezegd hebt? Ja, dat komt in discussie. Maar ik wil ook, voordat ik het filmpje van Frans de Waal laat zien, even daarop reageren, omdat ik heb zelf onderzoek gedaan naar empathie met dieren. Dus ik dacht op een gegeven moment, jullie weten misschien, want ik ben een beetje bekend als dierenbeschermer. Hè? Dus ik heb van kind af aan altijd al gezielig gevonden als dieren slecht werden behandeld. En ik wilde de wereld verbeteren en zorgen dat we dieren beter gingen behandelen. En ik was ook altijd wel fan van Frans de Waal, ook omdat hij ook liet zien van ze hebben gevoelens net als wij. Maar op een gegeven moment merkte ik wel van mensen verschillen heel erg in hun gevoel wat ze hebben voor dieren. Hè? Dus er zijn mensen, als ze een dier zien lijden, dan doet dat net zoveel pijn als wanneer ze een mens zien lijden. En er zijn ook mensen die hebben dat helemaal niet. Die kunnen heel erg meeleven met mensen en dat totaal niet hebben bij een dier. En dat is een gevoel, hè? Dat is emotie. En
er is ook onderzoek waaruit blijkt dat empathie ons niet per se helpt om de beste beslissingen te nemen als het gaat om zorgen dat zoveel mensen gelukkig, of zoveel mogelijk mensen en dieren gelukkig zijn. Want empathie is heel vaak gericht op concrete slachtoffers. Hè. Ze noemen het identificeerbare slachtoffer. Dus een concreet geval, daar gaat je hart naar uit. En dan wil je helpen. En dan vergeet je misschien de grote aantallen, de statistieken. Hè, want daar zijn we niet zo gevoelig voor. En dan richt je je op een concreet geval of op iemand uit je eigen groep. En je laat een ander stikken, omdat je daar niet die empathie voor voelt. Dus er is een verschil tussen empathie en ethiek. En als je zoveel mogelijk mensen en dieren wil helpen of goed wil zijn en moreel goed, zou je misschien niet altijd je gevoel moeten volgen. Dus ik ben het denk met jou eens dat je je verstand erbij nodig hebt. Maar tegelijkertijd het idee van hè, wat we hebben gekregen in de evolutie gaat een eigen leven leiden. Dat gaat naar mijn idee een kant op die helemaal niet zo wenselijk is. Omdat wat ik zie als ik naar mensen kijk, en ik ben psycholoog, hè, dus daar mag ik dan uitspraken over doen. Wat mensen doen is eigenlijk in de praktijk, is ze volgen hun gevoel. Dus mensen die empathie hebben met dieren, die eten geen vlees en die maken zich druk om, en die eten vaak ook geen eieren en die maken zich druk om dieren. En mensen die dat niet hebben, die doen dat minder. En mensen gebruiken hun verstand om te rechtvaardigen wat het gevoel toch al wilde. He, dus het is niet meer, zeker niet in onze tijd. Hè. Wij vinden dat we recht hebben op ons gevoel en dat we dat gevoel mogen volgen. En wat er heel vaak gebeurt is dat mensen volgen in feite de onderbuik. Hè, en ook hun gevoelens van empathie. Bij sommige mensen zijn ze heel beperkt tot hun eigen kleine groep. En bij andere mensen strekken ze zich uit over grotere groepen. De een heeft alleen empathie voor zijn eigen kleine groep. Bij de ander wordt die cirkel wat groter. Die leeft ook mee met vluchtelingen, mensen uit andere landen die veel verder weg zijn. En bij sommigen gaat het nog verder. Dan zijn ook dieren erin besloten. En soms is dat beperkt tot hond en kat. En soms gaat het ook tot aan vissen toe. Dat is gevoel. En daar begint het allemaal mee. En vervolgens gebruiken mensen hun verstand om recht te praten wat ze met hun gevoel toch al wilden. Dat is hoe ik er naar kijk. Dus ik zou zelf een pleidooi willen houden voor, net als Marcel zegt, meer gebruik maken van het verstand. Maar dan eerst het verstand. En voor de ethiek heb je dat verstand ook nodig. Nou, dat is wat ik er nu even over kwijt wil. Nou ga ik een filmpje laten zien. Maar over het algemeen zijn we aan het weggroeien van de natuur. En dat is misschien een van de redenen dat we ook al die problemen hebben nu met de natuur, omdat we de natuur verwaarlozen. Ik denk dat wat we nodig hebben is een andere filosofie. We hebben op het ogenblik nog de grote massa van filosofen die vertelt ons, zoals vroeger de religie ons vertelde, dat wij mensen speciaal zijn, dat wij heel anders zijn. We zijn een soort van dieren, maar onze dierlijkheid die houdt ongeveer hier op. Want daarboven zit, want die geest is volkomen anders. Dus het is heel anders dan wat dieren hebben. Dus er is die neiging om een tweedeling aan te brengen tussen mens en natuur. En dat is wat zou moeten veranderen. En niet alleen bij de filosofen zelf, maar ook de klassen die ze geven en de studenten die ze hebben. En de hele maatschappij moet doordrongen raken van het feit dat we zijn niet zo gescheiden van de natuur. En ik geloof dat op het ogenblik aan het gebeuren is. Je kunt, als je met de jongere mensen spreekt, kun je merken dat aan het gebeuren is, die omslag. En dat er heel anders gedacht wordt over die zaken. Maar jammer genoeg, de mensen die op het ogenblik nog aan de macht zijn, die denken allemaal nog op een soort van ouderwetse manier. Dat wij zijn de machtigen der aarde en wij kunnen doen wat we willen op deze wereld. Nou weet ik niet wat er gebeurt als ik klik. Oh, zo, daar zijn we weer. Ja, ik wilde de draad hier oppakken. Dit is nog vrij recent, hè? Dus uit 2023. En dit sluit aan bij waar mijn belangstelling ligt. Ik denk ook bij dat het heel mooi voortbouwt op zijn eerdere werk, waar naar mijn idee ook de bijdrage ligt van Frans de Waal, is dat hij ons enerzijds laat zien van de verschillen tussen mens en dier zijn helemaal niet zo groot. Hè? Dus wat ik zelf ook heb gevonden in het onderzoek naar empathie met dieren, is dat mensen die niet zoveel empathie met dieren hebben,
die zien eigenlijk een hele grote kloof van je hebt de mensen en dan is er een hele tijd niks. En dan komen de apen en alle andere dieren. En dus die zien dat heel anders. En mensen die empathisch zijn met dieren zien het meer van, ja, we zijn allemaal diersoorten en de ene soort is niet beter dan de andere. En ik denk dat Frans de Waal dat ook zo ziet. We zijn allemaal maar dieren, wij mensen ook. En we hebben onszelf op een soort voetstuk geplaatst als de heerser over de schepping. In het gunstigste geval noemen we dat de rentmeester. Maar die rentmeester die heeft eigenlijk het gevoel dat de hele schepping er is voor ons om te gebruiken. En dat zie je ook politici zeggen van ja, maar die dieren zijn er voor ons om te gebruiken. Dus dat is een bepaalde visie. En Frans Waal heeft op allerlei manieren laten zien van al die verschillen die de hele tijd worden opgenoemd tussen mensen en dieren. Telkens weer blijkt van ze zijn er niet. Want waarom vinden wij dat die verschillen er zijn? Dat is hun gevoel. En dan zeggen we, ja, maar zij hebben geen taal. Nou, dat hebben ze natuurlijk wel, want ze hebben gewoon andere taal die wij niet verstaan. Zij communiceren ook met elkaar, vaak op manieren die wij niet eens kunnen. Bijvoorbeeld via echolocatie. Dus een dolfijn kan via echolocatie de spierspanning voelen van andere dolfijnen. Nou, wij kunnen dat niet. Dus zo kunnen zij via sonar en allerlei signalen, of via geur communiceren ze met elkaar. Dus zij communiceren wel. Zij gebruikten geen gereedschap, bleken ze ook te doen. Zij hadden geen cultuur, bleken ze ook te hebben. Dus al die dingen die wij telkens verzinnen van dat hebben wij wel en zij niet, die bleken niet te bestaan. Nou vind ik jouw punt van wij kunnen reflecteren op ons gedrag, vind ik eigenlijk wel de sterkste die ik tot nu toe gehoord heb. Maar tegelijkertijd gebruiken wij dat vermogen helemaal niet. We kunnen reflecteren op het gedrag. Maar we doen toch gewoon waar we zin in hebben. We volgen ons gevoel. En dan verzinnen we een reden waarom het toch goed is. Dus wat heb je aan dat vermogen? De mens is de enige diersoort die zijn hele leefomgeving naar de galamise helpt. Er zijn geen enkele andere soort doet dat. Dus dat ene waar wij dan goed in zijn, dat gebruiken we niet. Alleen maar om recht te praten wat we verkeerd doen. Dus, nou ben ik de draad van mijn... Oh ja, want wat ik wilde zeggen... Wij lijken dus in heel veel dingen op die dieren. Namelijk dat we net als ieder dier, dat we in eerste instantie onze korte termijn impulsen volgen van ik wil me fijn voelen en ik wil vervelende dingen vermijden. Dat is ooit van overlevingswaarde geweest om het zo te doen. En niet zo heel ver vooruit te denken. Dus daarin lijken we op die dieren en in onze empathie en ons instinct, onze behoefte aan verbondenheid met anderen zijn we echte groepsdieren. Net als apen en honden, paarden, konijnen zijn allemaal groepsdieren. Dus we lijken op die dieren. En wat ik ook heel goed vind van in het werk van Frans de Waal is dat hij ook de vraag heeft gesteld, bijvoorbeeld in een van zijn boeken, zijn wij wel slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Want wij vonden onszelf altijd zo slim. Maar wij gingen testjes doen met dieren vanuit een hele antropocentrische blik. Zo, bijvoorbeeld een heel klassiek voorbeeld, onderzoek waarin gekeken werd of chimpansees gezichten konden herkennen. En je kan het bijna niet geloven dat onderzoekers zo stom waren. Want die kwamen met het voorbeeld, nou, ze kunnen het dus niet, en wij kunnen het wel. Maar ze hadden de chimpansees gezichten van mensen laten zien. Ja, je kan het gewoon bijna niet geloven dat je dan op basis daarvan de conclusie trekt, nou, zij kunnen geen gezichten uit elkaar houden en wij wel. Want als je gezichten van chimpansees laat zien, kunnen ze dat natuurlijk wel. En net als met de olifanten die geen zelfbewustzijn hadden, die zichzelf niet herkenden in de spiegel, bleek dat de spiegel gewoon te klein was, waardoor die olifant zichzelf niet kon zien. Nou, dat soort stomme dingen, dat schrijft hij dus in zijn boek. En dat vind ik heel goed van zijn werk. Dus dat wij zijn misschien wel slim genoeg om erachter te komen hoe slim dieren zijn, maar we hebben dat vermogen gewoon helemaal niet gebruikt. En daar zit misschien ook wel een motivationele component in, dat we misschien te graag wilden dat wij als slimste uit de bus kwamen en dat we die dieren ook hebben onderworpen aan testjes van om vaardigheden te testen die in onze leefomgeving belangrijk zijn. Maar intelligentie is het vermogen, zegt Frans de Waal,
om in je eigen leefomgeving problemen op te lossen die in die leefomgeving zich aandienen. En als wij, als je ons in de jungle ergens neerzet, nou, dan gaan we ook allemaal dood. Omdat, en als je een aap was, zou je zeggen, nou, die mensen zijn niet erg snugger, want die kun je niet eens laten overleven in onze leefomgeving. He, dus dat is allemaal antropocentrisch geredeneerd. En dat is volgens mij een heel belangrijk iets. He, we kennen denk ik allemaal het concept van theory of mind. He, dus dat je je in een ander kan verplaatsen en de wereld kan zien door de bril van die ander. Nou, daarin zijn wij mensen heel beperkt geweest. En wat we eigenlijk missen is, dat zou je kunnen noemen, een species theory of mind. He, dus als je erachter wil komen wat dieren kunnen, wat de raakvlakken zijn tussen de dieren en wij, dan moet je door de bril van dat dier kijken. Dus je moet een species theory of mind, dat moet je per dier doen. Als je vanuit een dolfijn naar de wereld kijkt, zie je iets heel anders dan als je vanuit een olifant kijkt. Of vanuit een muis die over de grond loopt en waarnemingen doet via trillingen op de grond die wij weer niet voelen. He, of vanuit een hond die geuren opsnuift, of een schildpad die magnetische stralen kan waarnemen. He, dus voor iedere diersoort heb je je eigen species theory of mind nodig. En dat is een grote uitdaging, denk ik, voor ons. We hebben dat vermogen, we hebben die cognitieve bekwaamheden om het te doen. En we hebben de kennis over de dier. Het zal vast en zeker niet compleet zijn, maar we hebben die kennis. En het zou zo mooi zijn om je horizon te verruimen, om vanuit een bepaalde diersoort naar de wereld te gaan kijken, in plaats van vanuit ons eigen, door onze eigen antropocentrische bril. En het einde van wat ik daar dan over wil zeggen is dat naast het erkennen van de vaardigheden van dieren, waarvan we er heel veel hebben gemist, gewoon door onze eigen stommiteit, hè, want waarom beoordelen we hun intelligentie op basis van ons onvermogen om hun taal te begrijpen, zou je kunnen vragen. En daarnaast, complementair daaraan, legt hij ook accent op een grotere bescheidenheid voor de mensen. Die bescheidenheid die hebben we echt wel hard nodig om de wereld te redden. Hè? Dus dat hele verhaal van wij zijn de heerser over de planeet, want wij zijn de beste. Hè, dat wij zijn de beste, dat is eigenlijk gewoon een wij van wc-eend verhaal. Wij zijn de slimste volgens ons. Dat is het eigenlijk. En meer dan dat is het niet. Nou, ik denk dat het goed is om het hier even bij te laten voor nu. Ja, dank jullie wel voor deze inleidingen. En denk ik heel fijn om de beelden nog weer even te zien, om Frans de Waal ook sprekend tevoorschijn te hebben getoverd. Frans de Waal is over het algemeen, dat zagen we ook in het fragment, hij is vrij boos op filosofen. Op het eind in het fragment verwacht hij ook iets van filosofen. Hij is vooral boos op filosofen omdat ze dat beeld waar jij het over had, Roos, van wij zijn de heerser, wij zijn de beste, en dat zeggen wij zelf, omdat de filosofen dat inderdaad 2000 jaar lang hebben volgehouden en nog steeds volhouden. Nou, heb jij ook weer zo'n eigenschap ontdekt waar wij zeg maar de beste in zijn? Ben jij dan niet een van die nare filosofen waar Frans de Waal zo boos op is? Nou, ik denk inderdaad dat dat filosofen hebben daar absoluut een bepaalde arrogantie in gehad. Tegelijkertijd, die arrogantie, daar hebben ze wel een zeker recht in gehad, omdat de redelijkheid die ze daarbij gebruikten, dat is er ook wel een echt menselijk vermogen. En die redelijkheid, die hebben wij nu ook hard nodig om de problemen waar we mee worstelen, om die op te lossen. Dus ja, ik heb inderdaad, kun je van een aantal filosofen zeggen dat ze de grens tussen mensen en dieren wel heel erg scherp hebben gesteld. Dus daar moet ik hem, aan de ene kant geef ik hem daar wel gelijk in. Van de andere kant hebben wij soms dat scherpstellen van die grens tussen mens en dier, hebben wij nodig
om als mens echt na te denken, hoe gaan we om met onze verantwoordelijkheid en wat is goed handelen en wat moet ik doen? Dus filosofen als Kant, die hadden ook echt wel recht van spreken als ze bijvoorbeeld zeggen, gewoon even een klein voorbeeldje. Maar Kant zei zulke nare dingen over dieren. Nou, Kant zei inderdaad nare dingen over dieren. Tegelijk, dus dat zeg ik, van het punt dat heeft hij. Dat filosofen dus dieren geen recht hebben gedaan. En niet hebben gezien wat er in dieren zit. En wat zei Descartes? Als je dierproeven gaat doen, moet je eerst de stembanden doorsnijden. Heb je geen last van het gekrijs? Ja, ons lopen de rillingen over de rug. Dus inderdaad hebben filosofen wat dat betreft heel veel dingen niet gezien die Frans de Waal ons nu wel heeft getoond. Ja, zeker een punt. Tegelijkertijd denk ik dat we filosofen altijd op hebben ingezet. De reden, een goed gebruik van de reden, dat kunnen we nu meer dan ooit hebben we dat nodig om wel de problemen op te lossen waar Frans de Waal ook ons voor stelt. Maar goed, daar kan ik zo meteen wat meer over zeggen. Roos, kun je daarop reageren? We hebben zeg maar een zekere afstand nodig. Hè? Dat is wat Marcel nu zegt. We hebben een zekere afstand nodig, juist om de dieren te kunnen redden, zeg maar. Zie je dat ook zo? Jij wilt de dieren redden. Je bent de hele dag bezig met het redden van dieren. Herken je dat? Dat je daar die zekere afstand, die redelijkheid voor nodig hebt? Of doe je dat met iets anders? Ik geloof niet zo heel erg in het contrast tussen verstand en gevoel. Dus ik denk, als het goed is, dan wijzen ze toch dezelfde kant op. Dus ik denk dat vaak als mensen zeggen, ja, ik weet wel dat het zo moet, maar ik voel het anders. Dan komt het vaak omdat ze de werkelijkheid niet willen zien zoals die is. Hè, dus als je het anders voelt, dan komt het vaak omdat iets in je er niet aan wil dat de wereld niet is zoals je het graag had gewild. Dan voel je het anders. Mm-hmm. En ik denk ook dat wat voor idealisme dan ook, hè, of het nou gaat over dieren of over onderdrukte groepen mensen of over natuur, klimaat of vrouwenrechten, kinderrechten, wat voor idealisme dan ook, komt toch altijd ook voort uit een gevoel. Dat jij, er is pas nog weer onderzoek verschenen waaruit bleek dat als mensen boos worden, dan komen ze in actie. Dus dan ze zien onrecht en woede is een actiegerichte emotie. He, dus als je verdrietig raakt of verbitterd, dat is jammer, daar heeft niemand iets aan, want dan doe je niks. Maar als je boos bent, dan voel je, boosheid is een emotie die zorgt dat je iets wil doen. En dan is de kunst, want natuurlijk heb je een conflict tussen gevoel en ratio. Als je bijvoorbeeld zo'n Kant, he, met dat verhaal wat jij net vertelt, ja, dan wil je hem natuurlijk eigenlijk gewoon een klap voor zijn bek. Oh, dat mag natuurlijk weer niet zeggen. Hij is geen minister. Ben ik al eerder mee in de problemen gekomen. Ja, hij is geen minister, dus. Ja. Maar gevoelsmatig word je natuurlijk woest op zo'n vent. Maar vervolgens, en dat is ook iets wat ik heel erg bewonder in de echt. Want jij zegt, ik ben de hele dag dieren aan het redden. Maar dat is helemaal niet waar. Ik zit natuurlijk gewoon in mijn ivoren toren onderzoek te doen. Maar er zijn dierenbeschermers die ik ook ken. Die bijvoorbeeld Eyes on Animals, hè, dat is een organisatie die rijdt achter veetransporten aan in overleg met hun. En die gaan mee naar slachthuizen tot aan Turkije toe. En dan gaan ze in gesprek met die mensen die dat werk doen en met die transporteurs om te kijken van hoe kunnen we dit nou zo inrichten dat het net een tikje minder de hel voor dieren wordt. Ja, want het is een hel. Nou, dat vind ik heel bewonderenswaardig. Want zij hebben hele grote empathie met dieren. En zij gaan daar toch heen en zien de verschrikkelijkste dingen. En zij willen die natuurlijk ook een klap voor de bek geven. Maar dat doen ze niet. Zij gaan met die mensen in gesprek. Zij gaan meedenken. Ze verplaatsen zich in hun wereld. En dat is de grote uitdaging. Hè? Want je kunt, wat ik net zei, je kunt je verplaatsen in een dolfijn, in een olifant. En dat is een uitdaging. Maar voor dierenbeschermers is het ook een uitdaging om je te verplaatsen in de wereld van de mensen die het niks kan schelen. Omdat je dan met die mensen in gesprek kan komen. En dat is een veel moeilijkere stap, omdat je ook kwaad bent op die mensen. Nou, dus daar zit dan eigenlijk waar je ze allebei nodig hebt. Je hebt je emotionele betrokkenheid nodig, want anders doe je niks.
Maar je hebt ook je verstand nodig om je te dirigeren van, nou moet je niet al je emoties laten blijken, want denk eraan, dit was je doel en dat kun je het beste bereiken door in gesprek te gaan. Ja, dat is hoe ik het zie. Mm-hmm. En dus die empathie als motivationeel ook. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Toch had ik bij jullie allebei, bespeurde ik ook een beetje afstand ten opzichte van Frans de Waal. Frans de Waal heeft een boek geschreven over empathie, maar hij heeft het over empathie in eigenlijk al zijn werken. Hij gebruikte de empathie ook als onderzoeksinstrument. Het feit dat hij inderdaad dieren niet als machines, impuls- en reactiemachines van een afstand benaderde, maar inderdaad probeerde ze te begrijpen van binnenuit, ze ook namen gaf en zo. Iets wat we ook kennen van Jane Goodall bijvoorbeeld, die datzelfde deed. Maar ik hoor bij jullie allebei ook wel een beetje kritiek op het feit dat hij van die empathie eigenlijk het amen en alles maakt. Hè? Dus dat alles inderdaad uit die empathie zou voortkomen. Klopt het dat ik die kritiek ja, dus een inderdaad. Beetje... Dus als ik gewoon even een aantal voorbeelden die je gaf. Hè, bijvoorbeeld dat je zei van mensen gebruiken hun verstand om hun gevoelens te rechtvaardigen. Wij mensen weten dat wij wezens zijn die hun verstand gebruiken om hun gevoelens te rechtvaardigen. Dus we kunnen daarop reflecteren en we kunnen onszelf bijsturen. En rechters bijvoorbeeld weten dat ze vooroordelen hebben en die gaan op cursussen bij psychologen, zodat ze op die manier beter rechters worden. We kunnen instituties organiseren als mensheid die ons gewoon bepaalde dwingen en bepaalde dingen verbieden. Dat je niet mag roken in bepaalde ruimtes om het sigarettenverbruik te ontmoedigen. Dus wij kunnen op een hele harde, kille, rationele manier een aantal afspraken ontwerpen waardoor we bepaalde verkeerde neigingen kunnen onderdrukken. En ik denk dat is ook heel bepalend voor onze cultuur. En als je helemaal inzet op empathie als ethiek, ja, dan mis je dat element. Maar dat element heb jij ook nodig om de dieren te redden. Ja, absoluut. Maar voor mij geen kwaad woord over empathie. Maar en ook over verstand. Absoluut, ja, ben ik mee eens. Maar als het waar is wat jij zegt, dat we het kunnen en het doen, ja, dan zaten we toch nou niet in deze crisis met de planeet als we in staat waren, ja, en bereid waren om ons verstand te gebruiken om onszelf te corrigeren. Dan zaten we niet met een ecologische crisis die ons eigen voortbestaan bereikt. Nee, dus bereikt. Er moet meer zuivere reden komen. Ja, om nuchter en reëel te zien hoe we allerlei rare dingen die we doen in onze cultuur, waarmee we de natuur plunderen, ook nog weten goed te praten met ons verstand. Ja. We gebruiken ons verstand gewoon hartstikke verkeerd. Want je zegt wij en dat komt en we gebruiken ons verstand verkeerd, omdat wij niet genoeg over ons eigen verstand nadenken. Daarom zetten we het ook verkeerd in. Ja, en niet iedereen kan dat. Ja, en daarom moet je vooral ook daarop inzetten. Ja, dat moet ik toch even zeggen. Ja. Want ik heb me nog niet verdiept in de details, maar er is een onderzoek verschenen van Harvard University en zij concludeerde dat slechts 15% van de mensen tot zelfreflectie in staat is. Nou, ik vond het nogal een schok. Want als je... Ik heb me nog niet in details verdiept, want ik moet eerst kijken van hoe komen ze aan die 15%. Maar als je daarover na gaat denken en je realiseert je dan dat 85% van de mensen gewoon helemaal niet toe in staat is om naar zichzelf te kijken van, oh, dus dit deed ik. En hoe kwam dat eigenlijk dat ik zo deed en hoe wordt dat door anderen waargenomen? Nou, dan snap ik ineens een heleboel dingen die in mijn leven gebeurd zijn. Ja. En dat betekent ook, je moet je dan ook weer gaan verplaatsen in die ander die dat vermogen niet heeft. En dus heb je een heel ander gesprek. Ja, maar in dat verplaatsen in de ander die dat vermogen niet heeft, daar kunnen wij als mensen ook met ons verstand iets heel bijzonders doen, ja, wat dieren niet kunnen. He, de, dat weten we niet, maar dat wat niet. Dat betreft. Nee, dat weten we niet. Weten nou ja, geen idee. Nou, dat is. Kijk, ik vond het wel mooi, want in jouw verhaal daarnet zei je van ja, dolfijnen zijn heel bijzonder. En allebei dieren zijn heel bijzonder. En ze zegt, ja, maar de mens is ook bijzonder, Roos. Ja, absoluut. En door onze redelijkheid zijn wij dus ook bijzonder. Ja. Dus ik wil alle dieren. Martha Nussbaum heeft een prachtig boek, Justice for Animals, vind ik echt een prachtig boek, waarin ze haar capabilities approach, haar capabilities benadering toepast op het redden van de natuurlijke leefomgeving. En ze zegt, kijk gewoon eens naar dieren, hoe al die dieren hun eigen capabilities hebben, die ze graag ontwikkelen. Dan ga je ook niet meer praten in die is hoger, die is lager. Want vogels kunnen sneller vliegen dan ooit een mens kan vliegen. Maar Marcel, dat is precies wat
wat Frans de Waal deed. Hè? Dus wat hij ook in zijn boeken beschrijft. En je noemde inderdaad, dat was jij volgens mij, die dat boek noemde, zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn. Ja. Dat hele boek gaat precies over dit thema. En gaat erover dat die zogenaamde slimheid, waar we onszelf dus voortdurend nog mee feliciteren als mens. Wij zijn slim, wij zijn redelijk, zij niet. Maar dat niet klopt. Nee, maar wij kunnen, en dat die redelijkheid, die slimheid, dat die aangepast is aan de omgeving. En dat is bij ons ook zo. Dan ben jij toch gewoon weer zo'n ouderwetse Aristoteles. Als je dit gaat zeggen. Ik vraag me af of Aristoteles helemaal ouderwets is. Maar dat ze zeiden. Nee, maar ik denk juist dat juist ons vermogen om dit in te zien. Om gewoon op een wat abstracte niveau te zitten en wat uit te zoomen. Dat alle beesten hun eigenheden hebben. Maar wij kunnen dat als geheel. Geeft ons als mens de geprivilegeerde positie. Om ook de natuur kapot te maken. En ook om de natuur te redden. Maar dan is het juist het ons vermogen om uit te zoomen. En te zien dat al die beesten hun eigen vaardigheden en kwaliteiten hebben. Ja. En dat verstand hebben we echt nodig om de natuur te redden. Ja, dus ik snap wat je bedoelt. Maar waar denk ik als Frans de Waal, als hij hier zou zijn, waar hij moeite mee zou hebben. Is dat self-congratulation, zoals hij dat noemde, die zelffelicitatie. Nee, dan is er toch weer iets waar wij... Waarom willen we beter zijn dan de ander? Waarom willen we dat? Ego. Het is zelfverantwoordelijkheid. Het is dat je erkent dat wij als mensen een superzware verantwoordelijkheid hebben. Want we hebben het grootste vermogen, maar daarmee ook het grootste verantwoordelijkheid. We hebben de grootste macht, maar daarmee ook de grootste verantwoordelijkheid. Dus het is geen self-congratulations. Het is jezelf een ontzettende morele last op de schouders dragen. Van wij moeten de natuur ook redden, want wij zien dat de natuur kapot gaat. Onszelf. Hè? We moeten de natuur redden van onszelf. Ja, maar we moeten die beesten ook recht doen. Nee, maar ik bedoel, wij moeten de natuur redden omdat wij zelf eerst al die schade hebben aangericht. Uit eigen belang. Ja. Ja, dus het is niet, we hebben een verantwoordelijkheid voor wat we zelf hebben aangericht. Ja, en wij zien dat en we weten dat. We hebben het ook gedaan. Jullie komen zo. Jullie komen zo. Want even, dus het begrip rentmeesterschap bijvoorbeeld. Rentmeesterschap gebruikte jij van als een begrip om aan te tonen in de religieuze traditie heeft de mens de natuur onderdrukt en de baas erover zijn. Mm-hmm. Rentmeesterschap is ook in de traditie veel met zorg verbonden. Dus God heeft de wereld geschapen, niet de mens, maar God heeft de wereld geschapen. En dan moet de mens voor de wereld zorgen. Dat is de rentmeesterschap. Ja, maar kijk nou hoe dat gestalt heeft gekregen. Een zooitje van gemaakt. Ja. Maar het is toch pure arrogantie? Ja. Dit is toch onwaarschijnlijke zelfcongratulatie? Nee, dit is de ultieme verantwoordelijkheid op je schouders durven nemen. Ja, verantwoordelijk. Nee, dit is gewoon recht praten dat je misbruik maakt van de weerloze dieren. En dat je een heel groot ego hebt als mens. Ik zit aan jouw kant. Ik denk, het een sluit het ander niet uit. Dus je kunt grote leiders die veel voor elkaar krijgen, die veel realiseren, hebben soms ook een heel groot ego. En als ze hun leiderschap goed invulling geven, is dat helemaal niet erg. Mm-hmm. Dus wij mensen hebben het inzicht dat ze iets aan het kapotmaken zijn. Als enige van alle wezens. Ja, maar we zijn ook de enige die het doen, hè? Ja, we zijn hebben wij de su en we weten dat ze doen. Ja. Dus hebben we ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Ja, maar waarom zeg je nou niet, wij mensen zijn zo bijzonder, want we zijn de enige die de boel kapot maken? Ja, ook. En daar hebben we de taak om het goed te doen. We hebben een zorg, we hebben zo'n probleem. Oké, ik denk dat de discussie duidelijk is. Ik wil even naar stap naar een volgende discussie. En dat is dat gaat over een beetje het transgressiekarakter van het werk van Frans de Waal. Hij ging heel erg. Hij heeft het zelf over die hokjesgeest van met name Nederlandse universiteiten, waar hij dan ook. Hoewel die eredoctor van deze universiteit is, dus oké. Maar in Amerika is dat anders, en dat is denk ik ook zo. Ging over grenzen heen. En een van de grenzen waar hij overheen ging, was bijvoorbeeld ook dat hij uitspraken over politiek doet. Was ook duidelijk uit het filmpje. Het empathieboek begint met de verkiezing van Obama. En het feit dat die age of empathy misschien nu aanbreekt. Nou, en toen kwam Trump en toen was die age of empathy weer over, zeg maar. En daar heeft hij ook wat over te zeggen. Wat vinden jullie van dat aspect? Hè? Dus dat je als wetenschapper, wat hij was,
De grenzen overgaat van politieke meningen en commentaar geeft op en antwoord geeft ook op vragen van hey, is die Trump dan een goede alfa-mail en zo en dat soort dingen. Wat vind je daarvan? Wat voel je daarbij? Wat denk je daarover? Mag ik eerst even iets heel anders zeggen? Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb het echt koud. Is het bij jullie ook koud? Ja, ik weet niet of het wat warmer, want anders wil ik graag mijn jas hebben, die hangt daar boven. Ja. Hebben jullie het niet koud? Nee. Oh. Je moet fanatieker discussiëren. Ja, ik moet fanatieker. Je moet fanatieker. Dus nu los. Ga los, Roos. Ga los, ja. Ja. Ik moet me meer opwinden. Wat heb je, een sjaal? Ik heb een sjaal. Oh, sorry. Ja, ik weet niet of dit helpt. Ik heb liever mijn jas. Of is dat ongezellig als ik hier met mijn jas... Ja, dat is heel ongezellig. Je moet je gewoon opwinden. Dan zeggen ze later van die vonk, die stond de hele tijd klaar om te vertrekken. Ja, ja, ja. Maar... Welke kleur heeft je jas? Een beetje een soort van nachtblauw-paarsachtig. Ja. Dat is heel mooi. Ondertussen mag je mijn vraag al beantwoorden. Ja, dat commentaar. Zou je zelf als psycholoog... Ja, ik vroeg me dat af in dat stukje. Ik kan me heel goed voorstellen dat als een bioloog bij ons wilde afstuderen... dat wij zouden zeggen, of misschien zelfs wat ik zou zeggen... dat kan zomaar niet. Ja. Want bij ons, wij doen veel experimentele sociale psychologie. Dat is gewoon een vak. Ja. Dus je moet snappen van hoe je een sociaal-psychologisch experiment in elkaar zet. Mm-hmm. En we hebben al best wel gevallen gehad van mensen die zelfs uit andere hoeken van de psychologie kwamen. Dat je dacht van, die moet nog wel heel veel leren. Dus dan zou ik daar misschien ook wel voor gaan staan. En ik vind ook dat, hoeveel bewondering ik voor hem heb... zijn beeld van de psychologie klopt ook niet helemaal. Want hij zei ook in dat zomergasteninterview... Ah, lekker, mijn jas. Je hebt het gelijk, hoor, het is ook koud. Ongelukkig, ja, eindelijk bevestiging. Zij heeft het ook koud. Nou, hij zei ook in dat zomergasteninterview... van, ja, ik ben blij dat apen geen vragenlijsten invullen... Want wij moeten andere manieren bedenken om iets over hun gedrag te weten te komen. En bij psychologen, als ze onderzoek doen, dan leggen ze die mensen allemaal vragenlijsten voor. Nou, dat is helemaal niet wat wij doen. Hè? Want wij sociaal-psychologen, laat ik voor mezelf spreken... wij weten dat wat mensen in vragenlijsten aangeven vaak ook helemaal niet klopt. Omdat mensen met al hun zelfreflectie vaak helemaal niet weten waarom ze doen wat ze doen... Lees mijn nieuwe boek, daar staat het allemaal in. En dus wij bedenken ook experimenten om erachter te komen... wat nou de werkelijke drijfveren van mensen zijn die ze helemaal niet kennen. Dus mijn antwoord zou zijn... aan de ene kant, ik begeef me ook regelmatig buiten mijn vakgebied... en zeker als ik mijn mening ergens over geef... zit ik natuurlijk ook vaak in de politiek en in de, weet ik veel, de dierhouderij. Ik weet dan niet de vraag stel, ja. Ik krijg die kritiek ook wel eens en zeker ook over dat activisme. Ja. Nou, ik ben dan denk ik nog veel activistischer dan Frans de Waal. Maar ik vind dat zolang je duidelijk maakt, van dit is mijn mening... Dan, en je moet onderscheid maken tussen feiten en meningen. En zolang je duidelijk maakt van dit is mijn mening... en die geef ik op grond van deze kennis die ik heb... zie ik het probleem niet. Maar die scheiding tussen vakken... ja, hoe mooi het ook is om verschillende onderzoeken te integreren... verschillende disciplines, het is ook heel mooi. Hè, dat hij dat doet, vind ik heel goed. Maar zodra je de grens oversteekt naar een ander vakgebied... moet je idealiter je er ook eerst meer in verdiepen... Marcel, terwijl jij je jas aandoet. Ja. Marcel, hoe denk je als ethicus daarover? Dus met name dus die dingen over Age of Empathy, Obama... en dan krijg je Trump en heeft hij ook weer commentaar. En die grenzen overgaan. Wat vind je daarvan? Ja. Nou, ik vind op zich vind ik het heel mooi dat hij grenzen durft over te steken. En ik denk dat het ook wel interessant is... om tenminste als metafoor, als beeld te geven... Trump als opper-chimpansee, dat kan... dat kan wat meer in. Dat kan ons helpen nadenken over wat er aan de hand is. Metaforen, zoals metaforen dat sowieso. Maar als metaforen.
Maar om het gewoon echt als harde wetenschappelijke verklaring te geven, van nu is er dit aan de hand en dat heeft te maken met onze genetische constitutie die ik heb ontdekt bij primaten. Ja, 5 jaar later is er iets anders aan de hand, terwijl die genetische constitutie van primaten nog hetzelfde is. Dus je moet echt uitkijken, wil je daar harde wetenschappelijke verklaringen voor, wil je dat als harde wetenschappelijke verklaringen presenteren? Vond je dat hij dat deed? Nou, ik vond dus bij Trump vond ik het wel grappig. Maar toen dacht ik ook, wat weten we nou meer? Hebben we nou beter inzicht gekregen over het leiderschap van Trump, over de succes en de faalfactoren? Weten we daar nou echt mee? Is nou een politieke wetenschap? Wordt hij daar nou opgewonden van? Dat hij zegt, ah, nou heb ik toch iets. Had ik eerder niet kunnen bedenken. Nou, volgens mij, elke leider moet het land een beetje bij elkaar houden. Daar heb je geen dierenmetafoor voor nodig om dat zo duidelijk te zeggen. Dus het kan stimulerend werken, maar het houdt gauw op als het gaat om echt diepgaand inzicht te krijgen in wat er aan de hand is in onze cultuur. Dus dit, ja. Dit is eigenlijk, vind ik, te denken. Kijk, ik vind het dan leuk dat hij zich erover uitlaat, omdat ik het met hem eens ben. Maar dit ligt natuurlijk heel erg in de sfeer van dat je naar jezelf toe gaat redeneren. Want stel dat Frans de Waal daar zat en hij zat uit te leggen op basis van zijn theorie over apen waarom Trump een goede leider is. Dan zou ik misschien wel zeggen, nou, maar die man is een ecoloog, die moet zijn mond houden over dingen waar hij geen verstand van heeft. Dus het is ook maar net of het je uitkomt. Mm-hmm. En het komt ons over het algemeen goed uit. We zijn over het algemeen in Europa. En het is toch altijd zo, als ik iets zeg over landbouw of veehouderij, dan in de BBB-hoek zeggen ze dan, schoenmaken hou je bij je leest. Ja. Van, je hebt er geen verstand van. Maar stel dat ik iets zeg wat ze leuk vinden, dan, nou, dat is heel onwaarschijnlijk, maar dan zouden ze het ineens wel goed vinden dat ik me buiten mijn vakgebied begeef. Ja. Ik heb één ding waar het echt heel goed werkt. Dus in Amerika is in bepaalde rechtse kringen wordt de evolutietheorie gebruikt om het harde marktkapitalisme te rechtvaardigen. En Larry Arnhart, die echt uit de bepaalde filosofische hoek komt, en Frans de Waal, hebben echt gewoon dat ontkracht. Ja. En dan zie je echt dat staat, jullie gebruiken een beeld van wat niet klopt. Ja. En hij zegt van Spencer, ja, dat is gewoon een land van immigranten Amerika, en daar ontwikkelde zich een zakenleven. En toen was het een beetje hard. En toen hebben ze daar weer erbij gesleept om dat te rechtvaardigen. Slaan ze tang op een varken. Heel goed punt, heeft hij er echt mee gehaald. Dus dan klopt het wel. Ja. En waarom klopt het daar dan wel? En klopt het wel, omdat hij dan echt ingaat op de redenering van mensen. En dat hij op basis van zijn eigen wetenschap laat zien dat die redenering van die mensen, als zij daarmee gebruiken, niet klopt. Want het wordt gezegd, het harde marktkapitalisme, dat komt overeen met de menselijke natuur. Want de mens is alleen maar een overlevingsbeest. Ja. Nou, en dus zo heeft hij ook een hele ideologie. En dat heeft in het ideologisch landschap van Amerika, hebben mensen als hij en Arnold hebben echt een rol gespeeld. Is het niet tegelijkertijd ook absoluut? Hè? Dus dat is zo. Dit is denk ik ook deel van dat bij die 100 influential people horen. Dat is deel daarvan, denk ik. Ja. Maar is het ook niet zo dat hij af en toe in zijn werk strawman, dus stroommannen creëert? Dus dat hij een bepaalde positie neerzet en al zo negatief neerzet, dat je van tevoren al weet, ja, dit klopt niet, zeg maar. Filosofen. Dus hij maakt van Hobbes en van Kant en van Machiavelli, daar maakt hij stroommannen van. Ja. En Hobbes en Kant hebben ook gewoon gedacht van gedachte-experimenten. Dus je denkt van, stel je voor dat dit een situatie is, dat wil het ten koste van alles voorkomen, en daarom gaan we die maatregelen nemen om dat te voorkomen. Dat is een ethisch project. Wat doet hij? Als empirisch wetenschapper zegt, hey, die situatie die ze nou in hun gedachte-experiment entameren, ja, die komt feitelijk nooit voor. En dan serveert hij dat gedachte-experiment af. Dat doet hij geen recht aan mijn vak. Moet hij met zijn vingers van mijn vak afblijven. Dus dat zit er dan. Dat zie je. Dan mag je ineens niet de grens over. Dus als het over je eigen vak gaat, dan mag je. Ja, nou, dus ik heb gezegd van, laat biologen en psychologen maar beoordelen of die terecht hun vakgrenzen over is gaan. Mm-hmm. Ik wil wat betreft de ethiek wel een aantal piketpaaltjes slaan. En dit is er één. Dat doet hij in de psychologie ook een beetje, want dat valt mij ook op in zijn werk. Het is ook weer tegelijkertijd wat fantastisch en inspirerend aan zijn werk, maar misschien ook ergens een beetje problematisch. Dat is wat hij over behaviorisme zegt. Dus waar die fel tegen is, wat een onderzoeksmethode ook is, zal ik maar zeggen, waar die radicaal afscheid van heeft genomen. Dus de onderzoeksmethode wat betreft dierengedrag, om dieren van buitenaf als impulsmachines te benaderen. En je mag je vooral niet identificeren ook als onderzoeker met die dieren en dat soort dingen. Radicale breuk daarmee. Maar ik krijg daar soms ook het gevoel van, zet hij het niet wel erg negatief
neer? Maakt hij het niet heel eenzijdig om zijn eigen positie, om daar zeg maar de spotlight op te zetten? Hoe, dat is een beetje meer jouw vak, zeg maar. Wat, nou, hoe denk jij daarover? Ik denk wel, als hij zegt van de gedachte van dat een dier niks ervaart, als daar de kritiek op is, dan klopt dat natuurlijk wel. He, dus het hele idee wat vroeger werd gedacht van als je een dier pijn doet en het dier gilt, ja, dat is eigenlijk net zoiets als een piepende deur. Ja, Descartes hadden dan, we het net al over. Ja. Dan, dat gillen betekent niks, het piept alleen net als de deur die piept. Daar is natuurlijk niemand het nog mee eens. Nee. Maar je kunt dan daarnaast, als je kritiek hebt op de methode, is het denk ik niet altijd terecht. Want er zitten natuurlijk hele slimme methodes in het behaviorisme. Maar het is wel zo, ik werd laatst nog voor behaviorist uitgemaakt, omdat ik geloof in gedrag. Hè? Dus ik zei van het gaat uiteindelijk om gedrag. Je bent wat je doet, hè? Dat is de titel van een boek van mij. Toen zei iemand behaviorist, dat wordt dan toch wel in mijn kring als een soort scheldwoord gezien. Ja, ja. Dus ik denk dat wij die kritiek wel delen. Dat als je de mens reduceert tot een black box, dat je niet zo goed bezig bent. Mm-hmm. En dus in die zin ben je het wel eens met Frans de Waal. Ja, ik heb het gevoel dat zijn kritiek vooral gaat op het reduceren van het dier tot een black box. Ja. En ja, daar ben ik het mee eens. Maar daar ben ik het ook mee eens als het over mensen gaat. Mm-hmm. Ja, wat je eigen vakgebied. Ja, dus misschien had ik uiteindelijk als Frans de Waal student was, had ik misschien wel gezegd van die mag wel komen. Want die heeft wel goede ideeën. Want hij presenteert zich aan de ene kant als harde wetenschapper. Dus hij laat een aantal dingen zien die met dieren aan de hand is. Gewoon keihard. Gewoon 10.000 uren zitten kijken en zo. Van de andere kant zegt hij ook ergens, kijk, als wij dan maar vaak genoeg als mens van elkaar zeggen dat we slecht zijn, dan worden we ook slechtere wezens. Dus dan suggereert hij ook dat we door ons praten over iets in de cultuur ons zelfbeeld te kunnen veranderen en daar ook anders gaan handelen. En hij zegt ook in het filmpje op het laatst, ik ben een optimist. Dus hij lijkt, naast zijn harde wetenschappelijke inzichten, lijkt hij ook wel een mening te hebben van, ik ben optimistisch en ik vind dat dat empathie een goede zaak is. Ja. En soms dan lijkt hij ook wel de wetenschap dat heel erg goed samengaat met opvattingen die hij toch al heeft. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, aan de ene kant vind ik het sympathiek dat hij als mens en als huiskamerfilosoof, om het maar even zo te zeggen, ook bepaalde statements durft te doen. Van de andere kant doet het een beetje af aan de harde wetenschapper die ook pretendeert te zijn. Waar zie je dat harde wetenschap? Want ik zie het harde. Nou, dat hij 10.000 uren naar apen kijkt en genadeloos registreert en dat vervolgens heel precies in kaart brengt. En ook gewoon een aantal dingen heeft aangetoond die we eerder niet wisten. Dus dat in die zin positief. Maar dat gaat ook dan samen met heel snel glijdt dat over in een bepaald wereldbeeld, een bepaalde visie op politiek. Ja, en ook het gebruiken van, daar heeft het over. Dus hij heeft ook een mooi tekstje geschreven over antropomorfisme. Ja. En dat is dat wij onze mensentaal projecteren wij op het gedrag van dieren. En dat doet hij dus gewoon ontzettend veel. Maar, zegt hij dan, dat is methodisch handig, want dan weten we beter wat er in dieren omgaat. Mijn antropomorfisch taalgebruik, dus mijn menselijke taalgebruik over dieren, doet ons beter begrijpen wat er bij dieren speelt. Het is een heuristisch instrument. Maar ja, ondertussen suggereer je toch wel heel erg daarmee dat dieren als mensen zijn. En breng je dieren en mensen toch wel heel erg dicht bij elkaar. Dus je heuristisch instrument leidt dan toch wel tot een visie van mens en dier. Dat ze heel erg dicht bij elkaar liggen. Ja, maar die visie heeft hij toch? Dat is toch die visie heeft hij ook. Maar dan moet hij niet zeggen het is een heuristisch instrument. Maar die moet gewoon zeggen van ja, dat is gewoon mijn visie. Mm-hmm. En dan moet hij dat maar heel erg hard weten te maken. Dus wat dat betreft zit er af en toe methodologische glibberingetjes in hoe die van het een naar het ander overroetst. Ja. Ben jij nou niet extra kritisch omdat jij zijn uitgangspunt dat mensen en dieren gewoon veel meer op elkaar lijken dan de meeste mensen willen beseffen, dat jij zijn uitgangspunt bestrijdt en dat jij extra kritisch wordt zodra hij dat mensen en dieren bijvoorbeeld door middel van taal dichter bij elkaar brengt? Ik vrees dat ik nou tot de 85% van de mensen behoor. Ik zou het niet weten. Ja, kans. Ja, maar dat is een eerlijk antwoord. Ja, omdat je niet weet wat je drijfveer is. Ja. Dat is moeilijk, omdat ik vind wel als hij filosofen gaat bashen,
Ja, dan krijg je ook een beetje de neiging om Frans de Waal... Dat gaan we niet doen natuurlijk, eredokter. We gaan er vanavond optimaal recht doen. Maar, maar de hele filosoof-traditie over één kam scheren... Ik weet niet of je dat moet doen. Aristoteles, die zegt van... Aristoteles en Hume zijn filosofen... Dus ook Aristoteles, het zijn filosofen die ook gewoon... de mens als sociale dieren omschrijven. Hume heeft ook heel veel oog gehad voor dingen die in de evolutietheorie ook spelen. Dus de filosoof-traditie alleen al daarom is veel rijker en veel genuanceerder. Ja, maar Hume vond hij sympathiek, hè? Noemt hij hier nergens. Misschien dat hij bepaalde analytische filosofen bedoelt en zo. Dat weet ik niet. Ja. Maar, dus in die zin, een beetje stroomman-denken zit daar toch. En daar eigenlijk ik misschien net wat te snel aan. Ja. Ik wil nog even iets zeggen over dat antropo... Morfiseren? Ja, ik weet nooit of ik centrisch of morf moet zeggen. Nee, is dat je echt projecteert menselijke taal op dieren? Ja. Ja, nou, wat ik daarover wil zeggen is... Want het is wel een issue. En ook voor onderzoekers, maar ook voor dierenbeschermers. Omdat vaak wordt gezegd van... Jullie dierenbeschermers, jullie projecteren menselijke gevoelens op dieren. En ik moet zeggen dat... Soms denk ik ook dat dat waar is. Hè? Dus dan zie je beelden van een koe in een slachthuis... en dan zeggen ze, de koe huilt. Terwijl, voor zover ik weet, huilen koeien niet. Je kunt natuurlijk wel aan zo'n koe zien dat ze bang is, bijvoorbeeld. Ja. Ze voelen angst en stress, maar ze huilen niet. Dus dan is dat projecteren van menselijke gevoelens. En soms is het ook zo, hè, wat boeren zeggen van... ja, jullie mensen uit de stad, jullie willen zo'n varkentje een strikje omdoen... en op schoot nemen... Dat sommige mensen zullen dat. Ik heb ook wel eens een varken geadopteerd die bij mensen vandaan kwam... waar die gewoon bij de dochter van 14 in bed had geslapen. En daarna moest ik nog een varken van zien te maken. Maar ja, want het was best heel erg lastig omdat hij nog nooit een varken had gezien. Maar dus daar slaat de dierenliefde door bij de dierenbeschermer. Maar... Aan de andere kant is het ook zo, als je dan aan een boer vraagt... van, ja, vind je dat niet zielig, wat je met die dieren doet? Dan zeggen ze, nou, het is hier net een 5-sterrenhotel. Ze krijgen hun natje en hun droogje, ze hoeven niet buiten in de regen te staan. Nou, ik zou er zo voor tekenen. En straks gaan ze met het luxe transport het slachthuis. En dat is ook antropomorf gedacht. Hè? Dus dat antropomorf denken wordt heel selectief gebruikt... om bij de conclusie van je voorkeur uit te komen. En daarom pleit ik voor, wat ik ook net aan het eind van mijn verhaal heb gedaan... aan telkens weer opnieuw terug naar de soort eigen behoeftes van het dier. En dat is ook waarom het ook zo verschrikkelijk jammer is... dat die wet dieren is afgeknald. Want dat is een wet die zei, dieren moeten in de veehouderij kunnen leven... naar hun soort eigen behoeften. Dan wil een koe die wil gewoon bij haar kalf blijven. Want die heeft moederinstinct, die heeft knuffelhormoon, oxytocine. Net als mensen, die hebben precies dezelfde behoeften. Je hebt helemaal geen hogere cognitieve vaardigheden nodig... om de oerbehoefte te voelen om je eigen nageslacht te willen verzorgen. Nou, en zo wil een varken die wil met zijn snuit in de modder vroeten... en een kip die wil scharren. En ze hebben allemaal hun soort eigen behoeften, hun eigen taal, hun communicatie. En voordat je gaat roepen antropomorf of antropocentrisch... moet je eigenlijk altijd kijken van over welke soort hebben we het. Wat zijn de soort eigen behoeftes? En door de bril van die soort gaan kijken. Dus gebruik dan in godsnaam dat vermogen tot reflectie... en dat vermogen om je te verplaatsen in een ander.